Als fietsers niet naar de Alpe d'Huez komen, dan komt de Alpe d'Huez wel naar de fietsers. Dat moet de gedachte zijn geweest van de stichting 7 voor Leven. Op de befaamde Zevenheuvelenweg moeten straks wielrenners geld gaan ophalen voor de strijd tegen kanker. Ja, wat gaan we hier doen? Een fietstocht wordt er georganiseerd onder de naam 7 voor Leven. Ja, het moet eigenlijk een petit Alpe d'Huez gaan worden, zeg maar. Want we rollen allemaal naar Frankrijk toe. Zo ver weg om te gaan fietsen. We kunnen hier met 7 rondes fietsen ook 2000 meter hoogtes creëren. En lekker hier in deze gemeente doen, Bergendal. Het event is volgend jaar mei gepland. En in oktober zal er een proloog plaatsvinden. En ja, het event heeft maar één groot doel. En het grote doel dat is het Radboud UMC. Om daar in een zo vroeg stadium kanker te gaan zien. Ja, wij zijn eigenlijk van een ander goed doel ambassadeur, Trees for All. Er komen heel veel dingen op ons af, simpelweg omdat we hebben eigenlijk een beetje publiek werk. Alleen de praktijk maakt dat niet mogelijk. We zijn zo met topsport bezig. Wij kunnen helaas niet altijd genoeg terugdoen voor de maatschappij. Maar dit was een aspect wat ons raakte. Dus overstijgt ver de importantie van topsport. Wij zijn uiteindelijk maar entertainment. Uiteindelijk de belangrijkste bijzaak in het leven, sport. Maar kanker is natuurlijk iets wat, ja, we horen net, 1 op de 3 mensen direct of indirect raakt. Dat is zo groot. En als je daar door een fietsevenement, door gewoon een heel mooi evenement in de buurt, een bijdrage aan kunt leveren om een goed initiatief te ondersteunen, en dan doen we dat uiteraard heel erg graag. We zijn nu bezig de ploeg op te bouwen voor volgend jaar. Dan komt er een wedstrijdschema, dan komt er een planning die wij gaan maken. En dan moeten we ook kijken wie er op dat moment beschikbaar is voor zo'n evenement. En het leuke is, het zijn juist niet alleen maar renners en rensters. We hebben ook een opleidingsploeg met talenten. Dat is het belangrijke, dat soort jongens hier ook zijn. Dus die zijn ook al in hun tunnel om een perfecte topsporter te worden. En soms is het goed om even een stapje terug te doen en kijken, ja, wat is het perspectief van het leven eigenlijk. En we zijn natuurlijk een grote organisatie. We hebben een kleine 50 atleten, maar daarnaast nog 75 mensen. En ook die, ik hoop echt dat ons personeel, dat die als ze in de gelegenheid zijn en als ze niet bij een wedstrijd zijn en als ze een dag vrij hebben, dat juist ook die hier een stukje komen fietsen. Het zijn 7 rondes. Inschrijfgeld is €77. Iedere ronde die je fietst moet je sponsorgeld inbrengen van €77. Het is doordrenkt met 7-7.